drogisterij daar, die heeft vandaag op feestelijke wijze, maar met inachtneming van de COVID-19 maatregelen, hun brillenhoek geopend. Waarvoor de cliënt nu allemaal daar kan gaan, nou, dat is vastgelegd in het volgend vraaggesprek, welke wij hadden met twee vertegenwoordigers van DRA. Door gisteren de meerzorg in het district Kombewijnen, Raj Mahango, legde de volgende beelden vast. Ruiz Cartorijo, marketing en sales manager van DA Drogisterijen. Goedemiddag, ik ben Stephanie Jamin, ik ben de operations manager van DA Drogisterijen. Wat hebben we vandaag hier? Nou, vandaag hebben we de opening van de I Love Brillencorner, om het maar zo te noemen, in de DA Drogisterij te Kombewijnen, DA Kombewijnen, zoals we dat noemen. En voor vandaag kregen de klanten 20% korting wanneer ze een bril vandaag alleen aanschaffen, hier DA Kombewijnen. Ja. En waarom nu ook brillen? Nou, we hebben al een jaar of twee dat we brillen verkopen. En bij DA hebben we aandacht voor onze klanten. We hebben aandacht voor de gemeenschap. En we kunnen niet blijven bij alleen tabletjes of salafjes of shampoo. Maar we breiden hem sowieso uit, zodat klanten ons helemaal kunnen zien als een one-stop shop. En voor de brillen, compleet met de oogmeting, opsterkte, verschillende modellen, monturen, kleuren voor elke gelegenheid, kunnen ze terecht bij DA Drogisterijen. En hoe gebeurt dat? Men stapt gewoon hier binnen? Ja, je kunt hier binnen stappen en dan middels dit apparaat doen we een gratis oogmeting. En dit apparaat is zo secuur dat het gelijk de sterkte van de ogen opmeet. Nou, dat wordt hier gedaan. En vervolgens is het ons bestelscherm. Dat is heel goed. Alle gegevens worden daar ingevoerd en het wordt geproduceerd in het buitenland. En vervolgens komt de bril hier naar Suriname en kunnen de klanten hun brillen hier dragen. En de brillen die dan hier zijn uitgesteld, dat is dan niet... Ja, dit zijn alle brillen die we hebben. Elke bril die hier hangt, kan zowel gemaakt worden als een bril op sterkte, maar ook als zonnebril. Dus je ziet dan bijvoorbeeld als ik een montuur neem. Dit montuur is een normale bril, maar hij kan ook gemaakt worden als zonnebril. Dus dan hebben we donkere glazen, kunnen we daarin zetten. Dus er zijn verschillende opties daarvoor. Ja. En hoeveel modellen hebben jullie hier? Op het meubel passen 280 modellen. En we verwisselen elke, om de zoveel tijd, elke maand maandelijks, komen er andere brillen vanuit het buitenland. En die we dan weer aanvullen. Dus we hebben wel elke keer een nieuwe collectie. Ja. En wel bekende merken? Het is het I Love merk. I Love is het merk zelf wat we hebben. Okay. Ja. En tot nu toe? Tevreden klanten? Zeker, zeker. Zelf heb ik ook een paar brillen aangeschaft. En tot nu toe, ja, soms komen er klanten die bijvoorbeeld een probleem hebben, ze kunnen niet goed zien. Wij gaan wel voor een stukje kwaliteit. Dus op het moment dat mensen klachten hebben, dan hebben we onze opticien, de heer Schravenmade, die ook mensen kunnen een afspraak maken. Hij komt op locatie. En dan gaan we de klant helpen, zodat ook iedereen kan genieten van een kwalitatief goede bril. Hebben jullie ook het personeel hiervoor moeten trainen? Ja, ja, alle personeelsleden van... dit is het derde filiaal waar we nu ILAF hebben. We hebben ook ILAF in de filialen Wilhelminastraat. En in ons filiaal Koppenamen. En de medewerkers krijgen een training. Ik verzorg de training op kantoor. Samen met Dick, die dan de praktijktrainingen doet in de filiaal zelf. En de dames krijgen ook een certificaat van deelname. Dus de dames weten hoe ze kunnen de klanten uitleggen waar een bril voor staat, hoe ze kunnen daar goed in assisteren. Met de prijzen? Nu zijn de prijzen starten vanaf 990 SAD en dat is een complete bril op sterkte. Ja. 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 En alleen voor volwassenen? Er zijn enkele kleine modellen. Kijk, dit is bijvoorbeeld een kleiner model. En die zou op kinderen gepast kunnen worden. Wij zijn wel, het apparaat is wel heel erg specifiek. Dus eigenlijk doen we alleen de oogmetingen voor personen boven de 12 jaar. En hoe werkt dat, dat stukje klantenservice? Ja, als u hier staat, ja. Hoe werkt dat stukje klantenservice nu ook mede gelet op COVID-19? U wilt afstand bewaren en dergelijke? Ja. Daar letten we inderdaad zeker op. Dat vinden we heel belangrijk, zowel voor de klant als voor het personeel. Dus wat zou u aan uw klanten en of toekomstige klanten willen zeggen over jullie
Brilcorner? Ik zou zeker aangeven dat vooral in deze zo, ja, zware tijden voor veel mensen. Dit zijn kwalitatief goede brillen voor een hele mooie prijs. Dus laten ze zeker langskomen. Wat we nog willen aanvullen bij het heel I Love verhaal is dat er is onderzoek gedaan of er wordt voorspeld dat in 2050 de helft van de wereldbevolking een bril nodig gaat hebben. En dat is een lastige zaak. Als we terugkijken naar Suriname, wat onlangs ook is bekendgemaakt, is dat heel veel jongeren nu een bril nodig hebben. En dat is ook een kwalijke zaak. En zie ik dat in combinatie met de huidige crisis in Suriname, daar komt die adrogesterij in met iLove voor kwalitatieve betaalbare brillen in elke vorm, elke kleur, elk model, voor elke gelegenheid, maar ook voor jong en oud. Dus ik zou zeggen dat men naar die adrogesterij komt om de brillen te checken en dan ze vinden zeker eentje. Het Korps Politie Suriname heeft de opdracht van de leiding om per vandaag omstreeks 10 uur 's avonds de bruggencontrole wederom te starten. De politie zal weer post vatten bij alle bruggen in de regio's, want het is de laatste dagen opgevallen dat de burgerij zich niet houdt aan de COVID-19 maatregelen. Mensen zijn zonder grondige reden over straat. Alle staande gehouden bestuurders zullen onmiddellijk worden aangehouden en zullen tot 5 uur in de ochtend ter plaatse in hun voertuigen de nacht moeten doorbrengen, CQ naar de politieacademie worden overgebracht, daar zij de COVID-19 maatregelen aan hun laars lappen. In het weekend, dus vanaf vrijdag, zullen de controles bij de bardancings en nachtclubs die in de regio's voorkomen ook worden opgevoerd.